Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Vandaag beleefden we de start van een zomerse periode. Temperaturen waren vandaag ongeveer 23 graden aan zee, 28 graden in het zuidoosten van het land. Nergens nog 30 graden, maar het voelde al wel echt zomers aan. Kijken we naar de langere vooruitzichten, dan zien we dat het morgen en overmorgen rond 30 graden wordt. Vanaf zondag gaat het kwikje wat naar beneden, maar de hele volgende week houden we temperaturen van minimaal 25 graden. Dat betekent dus dat we een heerlijke periode met zomerweer hebben. En voor alle scholen die inmiddels met vakantie zijn, zijn dat natuurlijk goede omstandigheden. Dat het zo fraai weer is, zien we ook aan de satellietbeelden. Vanochtend vroeg waren er nog veel wolken, maar die losten ochtends snel op. En vanmiddag hadden we flink wat zonneschijn. Alleen in het Midden-Oosten en Zuidoosten waren er nog wat stapelwolken. Het bleef wel overal droog. Ook vanavond hebben we fraai weer. Ook dan flink wat zonneschijn en nog een paar wolken. Temperaturen blijven de hele avond boven de 20 graden. En zo rond een uur of 8 à 9 is het 22 tot 24 graden. Komende nacht koelt het dan gelukkig toch nog wel af. Rond een klok of 6 uur is het 15 tot 17 graden. brede opklaaien en lokaal misschien wat nevel. Morgenochtend, flinke zonnige periode, paar hoge wolkenvelden. En ook morgenmiddag trekken er een paar wolkensluis over het land. Maar de zon die schijnt er vooral. Temperaturen gaan verder omhoog: 26 graden op de Waddeneilanden, 29 in het noorden. En 30 tot 32 of 33 graden in het midden en zuiden van het land. Tropische dag dus in grote delen van Nederland. Kijken we naar het weer voor zaterdag, dan verwacht ik eigenlijk overal tropische temperaturen. Ook op de Waddeneilanden, ook daar komt het kwik in de buurt van de 30 graden uit. In de ochtend is er flink wat zonneschijn, in de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, maar de eerste onweersbuien, als ze al komen, dan komen ze pas in de avond. Plaatselijk kan het zo'n 33, 34 graden worden, dus een zeer warme dag, houdt wel een beetje rekening met die hitte. Zonkracht is zowel morgen als zaterdag 7, betekent ook nog eens dat je snel kunt verbranden. Die buien van zaterdagavond die breiden zich zondag verder over het land uit. Als het langzaam gaat, worden zondag 20 tot 30 graden. Als het allemaal wat sneller gaat, dan hebben we zondag dus minder ruimte voor de zon en dan wordt het ook minder warm, 22 tot 27 graden. Maandag trekken de buien weg, ook dan hoge temperaturen, en zoals al gezegd, ook de rest van de week blijft het zomers. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.